groeit wel echt minimaal. Wat wij denken dat de belangrijkste trend is, is die schipsvergroting. Maar wij gaan niet 80 tot 100 miljoen investeren zonder dat de terminals met elkaar afspraken maken over hoe ze die containers gaan uitwisselen. Het enige wat groeit hier in Rotterdam is aan de nette winstcijfers vanavond uit Rotterdam. We zijn de beste, ja. De beste. Ja, ja. Mooi nagaan. Ook in 2015 zal het druk worden. Hoe druk, dat hangt heel erg af van de omstandigheden. Er komt geen nieuwe capaciteit bij. Wij hebben altijd gezegd in het verleden, ook in onze rapporten, vanaf 2014, 2015 moet er nieuwe capaciteit bij. Dat is ook altijd aangegeven door de partij. Die is er niet. Dus dan komt alles bij ons terecht. Dus in 2015 hebben we een uitdaging te gaan. Ja. En dan klapt het in 2016 weg. Dus het is wel een hele bijzondere situatie. En we hebben geen enkele zekerheid wat er gebeurt. Dus dan wordt er wel verwacht van ECT dat ze even alle klappen voor de hele haven opvangen. Maar even over 2015, die congestie die er vorig jaar is geweest, gaat die dan straks weer komen? Straks... Nee, dat zou zomaar gebeuren. Ik wil toch eerst even één ding rechtzetten. Er wordt gezegd, ja, RWG gaat pas in 2016 open. Kijk, dat is natuurlijk niet waar. Dan draaien ze full scale. Juist. En zo werkt het. En dat is gebruikelijk bij elke terminal die start. Die interne baan, die moet er komen, vinden de terminal operators. Dat begrijpen we allemaal. En zij vinden ook dat de havenbedrijf die baan gewoon moet aanleggen. Ook moet betalen. Dat is onderdeel van de infrastructuur. Daar rekenen zij op. Gaan jullie die interne baan betalen? Wij hebben al vanaf het begin af aan gezegd, wij hebben die investering, die gaan wij voor onze rekening nemen. Wat overigens niet betekent hetzelfde dat er dan vervolgens gratis altijd overheen gereden mag worden. Dat is wat anders. Maar wij gaan die investering voor onze rekening nemen. Dat is één. Huidige situatie, als we dan kijken de volgende 2, 3, 4 jaar, wat staat er te gebeuren, dan kunnen we in het orderboek zien. En als we dan kijken, schepen vanaf 8000 teu, dus het gemiddelde momenteel is 8000 teu. En als we naar het orderboek kijken, dus dat is heel deze schijf, is 82% groter dan 8000 teu. Dus die schaalvergroting die zal zich nog wel even doorzetten. Wat we doen is, we zijn inderdaad in een samenwerkingsverband gestapt met Maersk, 2M. En nadat de eerste poging om het met z'n drieën te doen gestrand is door de Chinese overheid. Daar gaan we proberen met schaalvergroting en de zaak dusdanig te organiseren dat wij proberen een bepaald rendement te krijgen. En we gaan het zo uitzien dat zeer waarschijnlijk de Oost-West-verbindingen bij een andere terminal dan ECT terechtkomen en als Noord-Zuid vervoer. Wat we hebben bij ECT is en blijft. De verwachting voor ECT is dat wij daar gewoon blijven. De Oost-West-verbindingen, die gaan dus naar die nieuwe terminal, de Oost-West-APM 2. Die gaan op termijn naar de nieuwe terminal.